is het niet wat. Ja, nee, maar we zijn ons zeer bewust dat die horecasector het meest geraakt is door alle maatregelen. En wat vindt u van de maatregelen die door die overheid zijn net in gang gezet? De meeste van ons hotels zijn dicht, omdat er eigenlijk gewoon geen gasten meer zijn. Waar wij heel blij mee zijn is de NOW die door de regering in het leven geroepen is. Dat helpt in elk geval om de eerste nood uit te zingen. Want je moet gewoon een verhuurder gaan vinden. Ja. Maar we hadden al wel een paar jaar meegekund. Aan de muur. Echt zo. We hebben nu die sluitingsperiode en die is opgelegd. En daar heb je dan ook een soort van vrede mee. Maar de grote onzekerheid zit denk ik juist in de periode daarna. En ga je al in de discussie stoppen met te praten over 10%? Ja, terwijl die eigenlijk nog winst maakt. Dat klopt ook niet. Ik hoop dat u veel te reageren. Nog wat woorden voor de jongens.